Hallo collega, ik ben Anne-Floor Brouwer en vandaag ga ik jullie iets vertellen over de voorleesfunctie in Teams. Ik gebruik Teams op zijn Engels, dus ik weet niet zeker of het in het Nederlands ook voorleesfunctie heet, maar in opdrachten hebben wij iets en dat heet de Immersive Reader, oftewel een voorleesfunctie. Dit is heel handig voor studenten die moeite hebben met lezen, misschien iets langzamer lezen. Informatie beter onthouden als ze het terug kunnen horen. Mensen met dyslexie. Het biedt heel veel opties en het zit gewoon in Teams ingebouwd. Dat is heel fijn. Je moet er maar net toevallig achter komen eigenlijk. Wat we doen is als je een opdracht klaarzet, hoef je dit niet aan te vinken, hoef je niks extra's te doen. Dit zit er al automatisch in. Ik kwam erachter omdat ik voor het vak Engels een lesbrief neerzette en daar de studentenview uit probeerde. Dus ik ben in de opdrachten, ik ben naar een opdracht gegaan die ik klaar heb gezet. En dit zijn twee collega's die zo lief zijn om vrijwilliger te zijn hiervoor. En dan heb ik op de drie puntjes hier geklikt. En dan klik ik op student view. Dat is dus hoe de studenten de opdracht te zien krijgen. Nu heb ik echt alleen even een bestand toegevoegd met de instructies, zodat je dit kunt zien. Als je bij instructies dus een bestand uploadt, en wel gezegd een Word-document. En je opent die. Dan gebeurt er het volgende. Dan heb je hierboven allemaal opties staan. Waaronder de Immersive Reader. Dus zo ziet het document er normaal uit. Allemaal tekst. Deze is toevallig in het Engels. Als een student dan op Immersive Reader klikt, gebeurt er het volgende. Het wordt een stuk groter. De student kan op play drukken. Character analysis. Writing assignment. En dan wordt het dus voorgelezen voor hen. Nu kunnen zij hier zelf ook heel veel aan aanpassen. Male of female voice. Hoe snel het voorgelezen wordt. Ze kunnen het formaat aanpassen. Zelfs bepaalde kleurtjes geven. Grammar options. Ze kunnen zelfs oefenen. Syllables kunnen uitgesproken worden, dus klemtonen en dergelijke. Ja, welke woorden zijn het? Dus moet het aangeven of een woord een noun is of niet? Dat is dus zelfstandig naamwoord, werkwoord. Dit kun je allemaal aanpassen. Kan je dus ook helpen als je bijvoorbeeld voor Nederlands huiswerk hebt gekregen met ga oefenen op werkwoorden of zoiets. En dan zelfs nog. Hoe breed moeten de regels van elkaar afstaan? Dus hoeveel regels willen zij hier zien? En vanuit welke taal dit wordt vertaald? Heel veel opties dus voor mensen die moeite hebben met lezen. Nu kun je denken, ja, dit is Engels. Werkt het dan alleen bij Engelse documenten? Nee, zeer zeker niet. Het werkt ook namelijk heel goed bij Nederlandse opdrachten. Dus we gaan weer naar een opdracht, heb ik geklikt. Student view. Vanaf de drie puntjes en dan bij de reference materials, oftewel de instructiemateriaal. Bij instructies kun je dan een document uploaden, dat heb ik hier gedaan. Ik heb gewoon een random Nederlands document even hierin gezet en dan is er weer immersive reading. Afspelen. Het doel is een gewenste En in het Nederlands werkt het dus ook supergoed. Wat wel cruciaal is, dit werkt alleen bij Word-documenten. Als je dus een stuk van een boek hebt bijvoorbeeld, van een PDF of iets anders in een PDF eigenlijk, dan werkt het niet. Dan verschijnt die optie niet. Hier heb ik een PDF-document en hierbij verschijnt het niet. Dus hier heb je niet de optie voor een Immersive Reader. Kunnen studenten uiteraard wel gewoon de gebruikelijke dingen doen als inzoomen en dergelijke, maar hier kunnen ze niet voorgelezen worden. Wil je nou dat studenten het document niet kunnen bewerken, want daar maak je meestal een PDF voor, dat doe je gewoon wanneer je een opdracht klaarzet. Dus als je een opdracht klaarzet, voeg je hier gewoon bestanden toe. Nou, laten we zeggen het bestand dat ik voor SLB had, en dan staan hier Students can't edit, omdat je het als referentiemateriaal hebt toegevoegd. Wil je dat
zij hun eigen versie hiervan bewerken, wat ook wel handig is. Dus stel ze moeten een formulier invullen of zo, dan tadaa, kun je dat ook aanvinken. Dit is de voorleesfunctie in Teams. Maak er gebruik van. Laat je studenten weten dat dit een optie is. Het is namelijk ontzettend handig. Succes!